In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Jee, ik moet er gewoon aan wennen. Waaraan? Nou, ik zit, dat we nu niet meer vastzitten met zo'n krulsnoer. Dat je rond kunt lopen. Ja, kijk, ik kan er gewoon hierheen en hierheen en hierheen en hierheen en hierheen. Ik kan gewoon hierheen. Dat is zo gek. En ik heb wel mijn koptelefoon op. Want je hoort wel alles. Ik hoor alles. Ik kan gewoon helemaal hier naartoe. Tijdje, mag ik jou iets vragen? Kun jij misschien voor mij ook zo'n draadloze koptelefoon kopen? Want ik moet allemaal hier blijven zitten. Terwijl Peer vrolijk aan het rondlopen is door de studio. Alles hoort en niet eens meer... Dus je kan hem ook ophouden naar het toilet. Ja, dan... Probeer eens dan. Nee, ik ga eerst... Radio Bergijk. Nou, maar... Eerst bedrijfsnieuws. Het radiostation voor Bergijk. Ja. Zijn we al in de uitzending? Ja. Goedendag, dames en heren. Radio Bergijk, Toon Sporenberg. Met Peer van Eersel. En we beginnen met bedrijfsnieuws. Bedrijfsnieuws. Even een bericht in het kader van bedrijfsnieuws. Dit is van makelaardij Henny Kunnen. Nou, u heeft het allemaal een beetje ook kunnen volgen op Radio Bergijk. Met de huizenprijzen gaat het niet zo goed in Bergijk. Vandaar dat Henny Kunnen nu met een opmerkelijke aanbieding komt. En dat is dat bij aankoop van twee huizen in Bergijk krijg je één huis cadeau. Dat is een mooie actie. Dus als u op zoek bent naar huizen in Bergijk, bij Henny Kunnen. Ja, overigens heeft de makelaardij ook een... Een overeenkomst met de supermarkt gedaan. Dat je bij aanschaf binnen een maand van meer dan €400 aan boodschappen ook een huis krijgt. Ach ja, dat was natuurlijk die oude actie. Die liep al een tijdje. En dat is ook zegels sparen voor huizen. Dat is wel een groot succes. Ja. Maar de leegstand is nog steeds 40%. Dus blijf boodschappen doen. En als u een huis koopt, dan krijgt u er eentje bij. Ja, dames en heren. We hebben gasten in de studio. En dat is niet voor niks. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen in Bergijk die kennen het. Hoeveel cursussen, rouwverwerking en weet ik wat ze ook volgen. Ze zitten toch uiteindelijk alleen maar helemaal alleen thuis. Een beetje uit de neus te vreten en langzaam te verpieteren. En goedkope sherry weg te klokken. En eigenlijk geen levensvervulling meer hebben. U kent ze wel, die types. Maar dat het ook anders kan, dat blijkt uit onze twee studiogasten. Dat zijn twee dames. Misschien kunt u zichzelf even voorstellen aan de luisteraars. Ja, ik ben Helena Leuten. Ja. En ik ben Wiep de Weijen de Vries. Ja. Nou, u bent allebei uw man verloren. Ja. Die zijn omgekomen op al of niet natuurlijke wijze. En toen had u natuurlijk een periode van, wat moet ik nou? En zit ik maar alleen. Ja. Toen bent u elkaar, u kende elkaar al. Ja. Toen hebt u een raar soort besluit genomen. Ja. U bent samen gaan wonen. Ja. Nou, dat was een ontzettend goed idee. Ja. Huh? Ja, maar de buurt reageerde natuurlijk in eerste instantie agressief. Zeer agressief. Ze natuurlijk toch dachten dat u zeg maar homoseksuele bedoelingen daarbij had. Oh, een vies idee. Nou, daar zit ik helemaal niet op te wachten. Is ook een heel erg smerig vies idee. Ja. Maar dat was ook inderdaad niet de achtergrond van het samenwonen. Nee. Wij huisvriendin al heel lang. Ja. En we hadden allebei een vrij groot huis. En we hadden het zo eenzaam. En het was ook zo koud vaak. Ja. Toen zei ik, nou, kunnen we niet samen iets doen? En toen zei ze, waarom niet samen wonen? Hè, Wiep, was het toch? Ja, dat is gezellig. Ja. En nu woont u al 2,5 jaar samen. Ja. En zou u zeggen, dit is echt een aanrader voor weduwen en weduwen? Zeker. Nee. Wat? Nou, niet voor iedereen. Juist. Wij kunnen het aan. Ja, wij kunnen... Want het is vreselijk moeilijk om samen te wonen. Nou, als je elkaar... Maar we hebben het gezellig. Ik vind het enig. Ik vind het helemaal niet zo moeilijk. Ja, ik vind het ook leuk. Wat vind jij dan zo moeilijk? Ik vind het af en toe best wel moeilijk.
Ja, maar wat mij nou interesseert, Per van Eerst, ik bemoei me er even tegenaan. Want in een normaal huishouden met een man en een vrouw, heb je toch een duidelijke taakverdeling dat de man die zet de kliko's buiten en die draait nieuwe gloeilampen in en die hangt een kruidenrekje op. En een vrouw die kookt en die wast af en doet de was en maakt de bed op. Maar hoe is dat dan als je met twee vrouwen... Ja, dat moet natuurlijk heel moeilijk zijn. Ja. Dus we kunnen dat zelf niet. Dus dat moet ik kan het wel hoor. Ik kan dat wel, maar ik durf het niet altijd met elektriciteit. Ik kan best wel iets indraaien of repareren, maar jij vertrouwt het niet. Zij is bang voor ze, want jij denkt, een vrouw kan dat niet. Nou, dat heb ik nog nooit gezegd, zoon. Maar... Maar ik probeer het wel eens. En dan ga ik een lamp ergens in draaien en dan hoor ik jou al geel uit de keuken. Dan denk je dat het hele huis meteen ontploft. Maar dat is niet erg. Laten we dan iemand anders doen. Dan laten we oma Arie komen. Ja, dat is altijd heel fijn. Maar u zei net, niet iedereen is daar geschikt voor. Welke eigenschappen moet je hebben om... Je moet verschrikkelijk verdraagzaam zijn. En ook wel van elkaar houden, vind ik, hè, toch? Ja, nou, dat is een voorwaarde. Dat is een voorwaarde, vind ik ook. Dus u houdt van elkaar op een niet vieze manier? Nee, maar platonisch. In het nette. En u bent allebei heel erg ontzettend verdraagzaam. Heel verdraagzaam, ja. Maar wat moet je dan bijvoorbeeld van elkaar verdragen? Noem eens de luchten. De luchten? De luchten. Mekaars luchten. Ja. Mekaars luchten, waar je van houdt. Ja, de eigen luchten, de transpiratie, de winden, alles. De ademluchten. En de eigen zeep en parfum en alles. Ja, moet je allemaal maar verdragen. Ieder eigen merk. Ik verdraag het hoor. Ik verdraag het. Ja, hè? Heeft dat veel moeite gekost? Ja. Ja. Heeft u veel moeite gekost om de luchten van mevrouw naast u... Ja. Te leren verdragen. Ja. Dat is echt doorbijten en Helena slikken. Helena kan vreselijk ruiken. Scherp. Maar dat zeg je nu pas. Dat vind ik gek. Meneer vraagt erom. Waarom zou ik daar niet eerlijk over zijn? Nee, dat vind ik ook heel... Maar dan is even andersom. Maar dat is toch heel menselijk. Helena, wat heb jij dan van Wiep te verdragen? Jij ruikt van jezelf scherp en stinkt, mag ik zo zeggen? Wiep heeft driftaanvallen. Waar ik heel slecht tegen ben. Dat valt heel erg. Nou ben ik eerlijk. Je bent soms vreselijk. Je hebt ook wel eens een leesboek van me doormidden gescheurd. Was ook niet nodig geweest. Nee, een hele dikke streekroman. Alleen op de wereld. Daar had je om gevraagd. Alleen op de wereld. Ook zo symbolisch. Maar dat heb je doormidden gescheurd. Daar had je om gevraagd. Nee, daar heb ik helemaal niet om gevraagd. Nee, dat is denk ik symbolisch bedoeld, dat omvragen. Neem ik aan haast. Hè? Ja. Kwam dat weer door de scherpe lucht... Dat u dacht... Kijk, je verdraagt al die lucht de hele dag. Ja. En dan gebeuren er nog andere dingen. Zoals? Dat er een deksel niet op een jampot zit. Dat er twee deksels van pindakaas en honing verwisseld zijn. Dat is maar een detail. Maar dat is toch geen reden om een leesboek door binnen te scheuren? Krijgt u dus in eerste instantie een rood waas voor de ogen. Ja. Ja, daar heeft zij last van. Rit het te koken in het hoofd. Ze heeft ook medicijnen, hoor. Kleedjes die verkeerd omliggen. Maar ik bedoel, ik vind het zo gek dat je dan je woede op een boek... Een boek is zo heilig voor me. Ja, daarom juist. Een boek is heilig. Ga je niet door midden scheuren, Het was niet het eerste boek wat ze door midden scheuren. Nee, ze heeft er 16 en met elkaar opgeteld. Ja. En dat is alleen de afgelopen maand? De afgelopen maand. Maar dat hoort er allemaal bij. Met samenwonen. Dat hoort er allemaal bij. Het is geven en nemen. Want wat zijn de enorme voordelen? Je deelt de kosten. Het is veel goedkoper. Veel goedkoper. Veel goedkoper. Ja. En je hebt gezelligheid. Je bent niet alleen. Ja. Je deelt alles. Lief en leed. Lief en leed. En de kosten. Ja. Nou. Dus, dames en heren thuis. Als u ook de kosten wil delen. Na het overlijden van uw partner en dan wel echtgenoot. En het snurkt ook. En dan hoor je door de muren heen. Want u slaat niet in de... rare vrouw die snurkt. Ja. Toch raar altijd, raar idee. Wat? Nou, die snurkt. Ik snurk helemaal niet. Nee, je snurkt vreselijk en dat weet je zelf niet. Maar dat zijn ook... ik ben verdraagzaam. Tot en met. Ja, dat is natuurlijk een prachtig eigenschap. Mits op het juiste object toegepast is verdraagzaamheid lovenswaardig. Ik ben hier onthust over Wiep.
Die openhartigheid van jou. Dag, we hebben het verder. Hebben we het heerlijk met elkaar. Maar er zijn veel nadelen. Maar dat wou ik even vertellen voor de luisteraars. Hè, met die meneer het hier vraagt. Oké. Okay. In ieder geval worden de kosten dus gedeeld. Ik ruik nu ook weer van alles hoor. Ja, sorry. Ik heb er een laten vliegen. Oh, ik dacht dat... Ja, dat functioneert bij mij niet meer zo. Nou, we hebben genoeg. Dus, dames en heren, dat is mooi is om te horen uit de praktijk van alleenstaanden die door het leven... Je zei toch dat je een luier had aan. Ja, alleen zijn komen te staan om de kosten te delen. Betrek samen een huis als u toch verdraagzaam bent en... van elkaar op een bepaalde manier houdt. Er zit hele vieze vlekken. Ja, goed, dan, wij gaan iets heel anders doen. Ik kan net op mijn handen laten. Gezondheidsnieuws. Gezondheidsnieuws. Veel dames hebben Radio Bergijk aangeschreven. Zijn we er al uit? Zijn we er al uit? Mag ik eventjes? Ja, die minuut kwalijk. Veel dames hebben Radio Bergijk aangeschreven dat ze teleurgesteld zijn dat de rubriek SOA van de week is afgeschaft. Omdat het ze een enig inzicht verschaft in of ze en wat voor geslachtsziekte ze hadden. Die rubriek is inderdaad afgeschaft. En nu vragen ze zich af, hoe weet ik dat ik een geslachtsziekte heb? Omdat dat natuurlijk toch vaak voorkomt. Nou, dan vonden ze ook dat in die rubriek, hoe informatief ook, de taal erg medisch was. Dus of wij in mensentaal konden uitleggen wanneer een vrouw kan denken en of ze een geslachtsziekte heeft. Dat is heel eenvoudig. Als uw partner, dus degene met wie u seks bedrijft, bijvoorbeeld uw man of uw vriend of uw vader of uw broer of de slager of het schoolhoofd. Als die zeg maar zich oraal in de richting van uw primaire geslachtskenmerk begeeft. Dat is dus wel degelijk moeilijke taal, maar ik zeg het liever toch zo. En die figuur zegt vol walging, wat is dat voor een prutkut? Dan is er mogelijk sprake van geslachtsziekte. In dat verband, in dat geval kunt u dus contact opnemen met de GG en GD. De rubriek keert niet terug, maar dit is even een handreiking aan die talloze vrouwen die in paniek ons hebben gebeld met de vraag, heb ik nou wel of geen geslachtsziekte? Muziek. Prostitutie-occasion van de week. Goed, dames en heren, in het kader voor de prostitutie-occasions. Een nieuwe subrubriek, onderdelen, accessoires en reparaties. De eerste advertentie hier is van hoerensloperij Wilco. Met Japanse en Koreaanse onderdelen. Die hebben ruilmotoren, versnellingsbakken, cilinderkoppen voor bijna elk type hoer. Gebruikte motoren, inclusief garantie. Tevens inbouw. En tijdens de reparatie eventueel een leenhoer mee naar huis. Radio Bergijk. Mag ik jou iets vragen? Ja? Mag ik jouw draadloze koptelefoon een keertje op? Nee. Waarom niet? Het is mijn koptelefoon. Maar hoor jij ook details? Nee. Nou, dan hou ik gewoon die met de snoer. Ik hoor echt alleen de grove lijnen. Ja, ja. Ik hoor een beetje gewoon zo... Een beetje de... Ja. De ruwe strekking van alle dingen hoor ik. Ja, ik hoor allemaal details. Oh nee, dat heb ik niet. Oh. Nou, Tedje, dan doe maar voor mij geen draadloze. Dan hou ik gewoon niet met de snoer. Want ik ben gek geworden op details. Sinds die oorboter weg is. Dames en heren. Excuus voor deze insight. Daar heeft u natuurlijk thuis helemaal niks mee te maken. Dus, zit erop. En ik hoop dat u een fijne dag heeft. En ik zeg voor alle zieke Bergrijkenaren beterschap. En alle gezonde Bergrijkenaren. Kop op. Kop op. Kijk, daar hoor ik dan. Dat kun je heel zachtjes zeggen. Kop op. Hoor je dat? Nee, wat deed je dan? Ik zei, kop op. Ja, zeg het dan eens. Wat ga je dan zeggen? Voor alle gezonde Bergijkenaren, kop op. Nee, je zit tegenover me, maar je zit alleen een beetje te vissenbekken. Nee. Oké. Wat moet jij zeggen wanneer je het wel hoort wat ik zeg? Ja, oké, goed. Voor alle gezonde Bergijkenaren, kop op!
Ja. Hoor je dat wel? Ja, heel zachtjes in de verte.